Sam. Sam! Back or expose your neck. Welcome to Summoner's Rift. My destination is clear. 30 seconds until minions spawn. Awesome. Ik ken hier helaas niet op voor je. Dan had ik wel. I do not. If you come and get some. If you hadn't enough already. Defy Noxus and taste your own blood. Make no mistakes. Minions have spawned. Or expose your neck. Oh, jij gaat daar staan. Waar ga jij staan dan? Nou, je wilt die frog toch doen? Oh ja, nou, het maakt daar niet uit. Dat maakt niet uit wie hem heeft, toch? Ik bedoel, als je armeren hebt, dat is ook op zich OP. Zo'n jungle. Oh ja, het is Jan Promo. Dat was ik niet eet, hè. Never retreat. Kijk, ik lekker te kijk. Hoe moet dit nou? Dat is een goed idee van hem! Trump Buffalo. Hij kijkt een enige lucht. Nou, het domme is dat zij alleen wel een beetje aan het winnen waren. Als die idioot dat niet had gedaan, dan... Ja. Als Cypher's lot hadden gehad, zeg maar, dan was alleen denk ik wel over ons. Nou, daar gaat al mijn farm. Hehe, yes, misschien die golf nu ook van mij even weg. Want Sam! An enemy has been slain. An ally has been slain. Ik heb even wat cooldown reduction en HP erbij gehaald. Ik heb er gewoon even wat vizier damage van gehaald. Van mijn golden rhino's. Oh god, dit is gewoon echt corky mid. Fucking lame. Maar dan hebben ze dus geen AP. Nou, Croaky doet half AP damage, maar ja. Inderdaad. Thornmail! Thank you.
Nou, daar gaat met één kogel even de halve HP van Lucien. Nou, ik denk niet het halve, maar wel een derde. Nee, meer dan dat hoor. Echt bijna, echt wel, sowieso echt wel iets van 14e. Kijk, kijk, let op, hè, let op. Ja? Oké. Hallo. Oké, okay, we moeten even kijken. Het moet even lukken, ja? Met ja, ja, het is, hij is soms een beetje moeilijk te lijnen. Hij komt eraan. Ik weet niet waarom die Lucien er nou in denkt te kunnen gaan testen. Ja, die denkt van, I dare if he do someone next. Oh nee, Corky! Nee, laat me die buffalo killen! Waarom de fuck moet Corky hier nou ook weer komen? Wat een flauw. Nee, maar die Q die doet als je nog gewoon op iemand doet, doet hij 145 damage. Als je hem eerst op een minion doet en daarna op dat hij op iemand komt, dan doet hij gewoon al 222. En als je dan ook diegene nog killt, dan doet hij gewoon echt bijna 350 damage nu al. I do not. Dat is bijna mijn dunk! Dat gaat weer aan hoor. I have my... An ally has been slain. Oké, ik heb een ult. Never retreat. Die idioot mijn ward nou alweer weggehaald. Ja, hij heeft die domme fishing ward neergezet. Make no mistakes. Ik heb zo'n fishing ward. An ally has been slain. An ally has been slain. Blijf dat ik nu weg ben? Ja, denk ik wel. Doe. Kom op hem. Dat trapte ze in. Ik ben helemaal killen. Die W die stoot echt zo. Die E die stoot nu echt zo veel. Ik heb ook wel 2v3 als we
Nou, ik heb een Essence Reaver nu dus. Ja, maar die Essence Reaver die geeft nu zoveel waard voor zijn geld. Echt, die geeft echt veel geld. Ja, nu... inderdaad. Riot wou dat dat item nu eindelijk even een keer werd gebruikt. En die Infinity Edge, die is net zo duur en die geeft... Nou, ik heb het gevoel dat die minder heeft, dus dat is als eerste item kon ik dat nu ook doen, maar... Heb ik niet gedaan. Ik kan je nu een schild geven. Noxus will rise. Ik heb ook een item die jij ook hebt. Never retreat. Hij zal je dan misschien bij de jungle gaan. Make no mistakes. Die gaan vieren. Ja, nou ja, ze hebben zeker het ook niet meer. Dat is altijd al zo van dat al. Nou, wat is dat? Wat is dit nou? Ja. Gaat hij daar in een bosje zitten campen? Wat een faggot. Kut aan Lucian is, ook als hij zoveel minder damage heeft, ja, dan kun je hem op die early level sowieso echt nooit outtraden. Nee, maar hij... Gewoon puur omdat hij zo vaak een beest... Hij kan 100.000 keer wegdashen. Noxus. Ik zal even een Vision Ward weghalen, want daardoor kon hij mij ook weer killen, omdat daar op een hele gekke plek een Vision Ward kon. Maar ja, ik ga hem uiteindelijk wel. I will not run. Oké, iedereen komt hier naartoe. Maar weg. Strength iedereen komt hier naartoe. De hele Crokie familie. Die Corgi die ving mijn hele ult mooi hoor. Nee! Doen. Nah, what the fuck is dat? Wat is dat nou weer voor onzin? Holy fuck man!
Your team has destroyed a turret. I have my... Fucking Jax. Jax moet ook echt geband worden. Dat doe ik nu ook als hij niet geband is, dan ban ik die ook, want holy fucking shit, die Jax. Dat gaat echt nergens over. Wat doet die Orianna nou? Ze heeft gewoon die ulti. Ja, jij hebt die ulti nu ook. Your team has destroyed a turret. Ja, nu, maar zij had hem net. Dat gewoon een beetje de weg. Wat is het doen? Je had wel mogen voor die team van Fire mogen staan. Your turret has been destroyed. Enemy double kill. Enemy killing spree. I have my orders. Riven die kan Jax sowieso eigenlijk niet eens 1v1'en, dus ik weet niet waarom ze nou denkt dat ze wel kan 1v1'en terwijl zij achter staat en hij ziet is. Maar doe iets! Nou, dit
An ally has been slain. Die ult ook echt op de main user manier. Ja, hoe kunnen jullie... Ik had Jacket nog geëxalt en... Maar dan had nog heeft hij al gehad. En iemand die spin die curling voor mij op en daarna dacht degene van... nee, ik hou er nu mee op en dan ging dan... Ook maak ik dan dood. Joriana is wel zo fucking shit. Ongelooflijk man. Ze hebben echt zo'n ongelooflijk irritant team voor mij. En dan helpt niemand. Joriana en die... My destination is clear. Oh god, wat hebben we met Black Leader? Ik doe niet eens damage mee op die jacks. Deze, waarom ben ik zo'n fucking laag level? Ik word telkens een poortje geluid ofzo.
Ik weet het wel, maar de enige reden dat we verliezen is, is echt niet die Jax hoor. Juliana die gebruikt of haar ult niet, of haar ult wel op zo'n waardeloze manier. Ja, dat is een mooi idee. Nou. Maar die doet ook wel een fucking eten damage. Zien, de bewaarder haar ult, die bewaart ze voor deze idiote momenten dat ze nog gewoon echt compleet niet nodig heeft. Ongelooflijk. Je moet voor mij staan. Die wilde van Lucian heeft gewoon 900 damage op mij gedaan. Dan ga je tanken en dan ga je support en dan heb ik er weg aan. Double kill. Inderdaad, wat Orianna deed. Ze miste zelf, hè. Ze miste zelf die ult op Jax. Is het nou zo ongelooflijk moeilijk om die bal nou gewoon even... Om dat ding nou gewoon even een paar centimeters opzij te doen en dan de game te winnen. Ja, dat is
tweede kill dan weer? Waarom heeft ze alle kills? Echt ongelooflijk, Oriana. Jax wil niet dood. Nou, dat is dan wel niet voor ons is. Ja, ik weet niet wat ik daar mag zeggen. Die geven dit trouwens ook echt niet goed. Al die Wims, er zijn zo ongelooflijk veel Wims die dat doen. Die dan hun Q gewoon gaan spammen. En dan denken dat ze daar wat mee kunnen doen. Je moet die Q doen en dan een basic attack en dan een Q en dan weer een basic attack. Anders dan is Riven zo fucking shit. Want dan doe je gewoon helemaal geen damage met haar. Dat hoor ik ook telkens. Van Corky. Maar dat is een van de eerste act van de rij het met Corky. Ja, ik zou het niet tegen de bal moeten zeggen. Nou, volgens mij is dat zo als hij die dingen pakt. Nou, dat doet ook hele leuke damage. Tot samen. Dat heeft me er wel weer een mooi belang gegeven. Nou, wat denken zij nu te gaan doen? Met mij aan, Jason. Niet mijn exhausten. Nou, godverdomme, hou op man. Zelf Jack. Enemy double kill. Lekker veel. Your inhibitor has been destroyed. Ja, Jack OP, dat is eigenlijk altijd al. Ook al goed.